Ja, en dat beseffen dat over een maand het helemaal ingericht is, hè? Ja. Ik denk dat het vuur over 10 jaar nog steeds het vuur is waar mijn hart van sneller gaat kloppen. En dat in mijn ogen is het vuur is niet veranderd. Maar wat wel veranderd zijn, de brandstoffen die we gebruiken, de aansturingen die we gebruiken, de technieken. We gaan slimmere technieken toepassen. Ja, maar vuur blijft vuur. Ja. Ja, wij staan hier in onze nu nog niet zo mooie showroom, maar hij wordt eigenlijk echt geweldig. We hebben een nieuw productgamma wat eraan gaat komen. En dat nieuw productgamma dat is zo vernieuwend dat we ook een nieuwe showroom nodig hebben. Want in de oude showroom konden we eigenlijk alle features kwamen eigenlijk niet goed tot uiting. Ja, wij investeren heel veel in de toekomst, want wij hebben alle vertrouwen erin juist dat de markt veel groter wordt in plaats van wat heel veel dealers denken dat die kleiner gaat worden. Alleen zullen we de zaken anders moeten gaan aanpakken. Wat is het verschil van met Nederlanders? Hè? Jullie durven. Hè? Je hebt altijd gedurfd. Je hebt altijd gedurfd. Je hebt durven investeren. Bijko heeft dat ook. Bijko zet die trend nu verder. Misschien nog in een overtreffendere trap dan dat het was. Maar Nederlanders zijn op dat vlak gewoon sneller. En uiteindelijk, wie plukt daar de vruchten van af? Dat zijn onze klanten. Wij moeten zorgen dat er vruchten zijn. Onze klanten moeten ze plukken. Ja, en ik denk dat Bijko als opvolger, dat die net op het juiste moment gekomen is. Want toen Calfire overging, dus eigenlijk dus van een handelsonderneming, dus de producten inkopen, wel met onze eigen ideeën, dan zelf produceren, toen had je gewoon een hele andere organisatie nodig. En daar was Bijko weer beter in. Want we hebben het niet over volgend jaar, we hebben het over de toekomst. Ja. Waar staat de haardenbranche nu over 10 jaar? Mm-hmm. Kijk in Nederland, hè, er worden dan meer dan 1 miljoen huizen gaan er gebouwd worden. En één ding weten we zeker, dat zijn huizen die geen gasaansluiting hebben. Dus er is een enorme markt, maar die niet kan worden ingevuld met onze traditionele producten. Omdat de wereld verandert zo snel. En de behoeftes van de mensen veranderen zo snel, maar één ding weet ik wel, dat wij als Calfire in staat zijn om het optimale vuur te creëren waar de mensen dan over 10 jaar behoefte aan hebben. Als we over 10 jaar denken, dan moeten we ook zeker denken aan waterstof. Ah, ja, dat klopt. En onze haren zijn absoluut allemaal geschikt voor waterstof. Klopt, dus absoluut, ik denk dat als die waterstof dadelijk algemeen ter beschikking komt, ook in Nederland, dat beslist wie een stijgende lijn gaat pakken. Klopt. Ja, ja. Het is niet een of-of verhaal, het is een en-en verhaal. Ja. Dus we hebben en hernieuwbare energie nodig, zonnepanelen en windmolenparken, maar die kunnen nog veel efficiënter. We hebben en gas nodig, maar zoals we het gas nu kennen, zullen we binnen 10 jaar niet meer herkennen. Maar dat zal er nog zeker zijn, maar in een totaal andere samenstelling. Groen gas is de toekomst. Dus met de nieuwe gas, daar zitten we echt in de goede lijn voor de toekomst. Geloof ik rotsvast in. En elektrisch zal nog beter en nog mooier en misschien ook betaalbaarder worden. Ja. Daarnaast zie je natuurlijk ook in Duitsland dat de elektrische haarden, daar wordt heel erg op neergekeken. Maar je ziet wel dat daar een kantelpunt bereikt wordt. Toevallig vandaag kreeg ik van een dealer foto's terug van een nieuwe showroom van Italiaanse designmeubels hier in Düsseldorf op de Keu. Daar staat een Iwan van ons geïnstalleerd. Nou, echt fantastisch. En samen gaan we zo de toekomst tegemoet. En daarom geloof ik er zeker in dat als de dealers dit allemaal zien, dat ze ook denken van hey, ja, wij kunnen dat overdragen naar een volgende generatie. Ja, zoals mijn vader het heeft overgedragen aan mij en zoals ik het misschien ga overdragen aan mijn zoons. Ja, ik denk dat de bossen, daar heb je ook altijd het idee, ik ben hier gast, die bossen, die bomen, dat beetje blijft altijd stromen, ook al ben ik er niet meer, daar denk je dan over na op dat moment. Ik ben hier eigenlijk maar tijdelijk, alles wat hier om me heen is, dat blijft gewoon. Wij mogen dan in de bossen zijn, maar de bossen zijn niet van ons. Ja, en als je nou ziet hier in deze showroom, waar we allemaal mee bezig zijn,
dan is het zoals een phoenix die herrijst uit de as. En het is niet dat het slecht gaat, het is de phoenix staat voor een andere fase waar het bedrijf in gaat komen. En dat laten we hier dadelijk zien. Als ik zie wat we nu ontwikkelen en wat we nu zijn bezig voor de komende 5 jaar, zeg maar, wat we willen gaan doen, wow, dan staan we staan over 20 jaar hier nog steeds. Want ik geloof dat we een enorme toekomst voor ons hebben. En zeker met het productgamma wat we hebben, met de markten die wij bedienen in de verschillende landen. Ja. Proost op de toekomst!